Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Want we hadden het Idul Adha gebed. Het betekent het offerfeest. Zijn geschiedenis gaat helemaal terug bij de opoffering van de zoon van Abraham. Die toen hij werd beproefd door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is onze schepper. Bismillahirrahmanirrahim. De profeet Ibrahim alayhi salatu wassalam is dan gevraagd zijn enige geliefde zoon op te offeren. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Door tussenkomst van engel Gabriel mocht hij zijn zoon verwisselen met een schaap. En dat doen we na om onze offervaardigheid uit te drukken naar onze schepper. Allahu Akbar. Offervaardigheid is een eigenschap die van groot belang is om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden. En daarom moet elke burger weten dat indien hij of zij geen opoffering doet voor de medemens en het land, de gewenste vooruitgang en ontwikkeling niet zal kunnen worden gerealiseerd. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Het is heel moeilijk verbetering te brengen in het leven zonder het tonen van offervaardigheid. U moet hierbij denken aan offervaardigheid in de vorm van opofferen van materiële zaken zoals geld en bezit. Maar ook immateriële zaken zoals tijd, kennis, de individuele mening, politieke visie of status. Om een sterk volk te worden, zullen wij ook offers moeten brengen. Vaak ook in persoonlijke sfeer. Vervolg is dat de verschillende leden teruggaan naar hun moskeeën om hun slachtdieren op te offeren. Mogen Allah hun offervaardigheid accepteren en ook rijkelijk belonen, hier op aarde als ook in het hiernamaals. Uit liefde voor de Heer en met de innerlijke wens om zo dicht bij Hem te zijn, offeren wij op deze dag een dier. Wat we nu hebben zijn 10 stieren, 7 leden die vormen een groep en die kopen een stier en die offeren dat op. Dus aan de hand van het aantal leden dat vandaag offert, hebben wij dus 10 stieren. Tangaman. Een derde deel die gaat naar de persoon die offert. Een derde deel gaat naar familie en vrienden. En een derde deel gaat naar de armen. Wat u hier ziet is de voorbereidingen daartoe. De verdeling. Alles wordt op maat gesneden en gewogen. Logo, wat hij kreeg, wat pina's ma. Is maar die zei je voor een voer. Dat doe boem voor een jongen. Want iedereen jang, in oma jama Amerika, Amerikaanse bouw zomaar. Ik begrijp toch? Ik ben echt blij, want de armen krijgen ook wat. Je hebt mensen die geen vlees kunnen kopen. Het leven is nog hard gaan worden, is nog harder gaan worden. Het was hard en het is nog zwaarder geworden voor mensen. Dat ze niet eens soms een kip kunnen kopen. Je weet, we hebben voor 5 gestemd, maar we zien niks nou. Ze geven iedereen, al is het een beetje, je krijgt toch een beetje naar huis. Ze kijken niet naar armen, ze kijken niet naar rijken, iedereen. Ze kijken niet naar ras of volk. Iedereen is welkom.
Este es como Honda.